dit is een extra nieuwsbericht op vrijdag 16 september. En dit nieuwsbericht heeft een reden. Er is een lustrum van Vitalis en dat wordt momenteel goed gevierd in het gat van Groningen. De afgelopen weken zijn er veel hints verspreid onder de mensen en veel gestreste vitalisten zijn bijeengekomen om het mysterie te ontrafelen van het thema. De eerste hint die jullie kregen was, je kan per vliegtuig, je kan per trein. Ze zijn niet heel klein. En de hint was, ook in de herfst kleed je je tegen de kou. En voor deze hint ga ik naar mijn weerman Leo. Leo, ben je daar? Ja, goedenavond Erik. Ja, zoals je ziet regent het pijn te steden. Het is echt dramatisch weer. Maar ik kan jullie garanderen, oktober staat het een stuk beter, geen regen, maar wat dat kan. Dus adviseer jullie in oktober een vest te dragen. Terug naar de studio. Ja, dankjewel Leo. De derde hint was, sinds ... wordt het vaker gezien en we zochten hier een jaartal. De eerste twee cijfers waren 18. En hoe kon je hierop komen? Alle broers en zussen van de Lustrumsieleden is 9 keer 2 is 18. En dan de stand Nederland-Spanje, dat is 1-0. En als je het streepje weghaalt, heb je 10. Oftewel 18-10. Sinds 18-10 wordt het vaker gezien. Als je dit googelt, dan zochten we naar een evenement waar jaarlijks 6 miljoen mensen aan meedoen. De vierde hint was niet push, maar... Ah. Erik! Pardon. De vijfde en laatste hint is oost-west. Oktoberfest! Ja, we gaan naar de locatie van de eerste activiteit en daarbij is Erika ter plaatse. Klopt het, Erika? Gaan we. Dit is de eerste lading van het dinsdagavond eten, het broodje met broodhorst. En we gaan richting de tram voor de tweede activiteit. Laat de Crazy zien! We hebben woensdag geen Crazy 88, maar Crazy 44. We kunnen het helemaal niet. We beginnen in de tram met onze eigen stand doen. En laten we de late uurtjes. Oké, dit duurt te lang. Zo, dat is hier bij. Wiener! En voor de derde activiteit op vrijdag moet ik de zuiploper teleurstellen. Geen vrij niveau in de Lustrumweek. We gaan wat actiefs doen natuurlijk. En we gaan wel klimmen. We zijn alvast aan het oefenen voor de vrijdagmiddagactiviteit. We gaan namelijk klimmen in het Grunopark. En de zaterdag die beginnen we sportief op onze eigen baan met de welbekende Oktoberspelen. Ja, ja, wees daarbij. Een prachtig evenement met allerlei soorten sporten. En een Lustrumweek is natuurlijk geen Lustrumweek zonder een spetterend uiteinde. En dat hebben we ook voor jullie. En we beginnen daarbij bij een smaakvol diner bij het pakhuis. Jazeker. En dat kunnen we mooi aansluiten bij het spetterende gala in Hemingway's. En namens Leo en mijzelf, tjus, bis nächstes Mal.